Geweldig getimed. Want ik wilde zeggen, ik heb zelf geen horloge, dus ik werd minder zenuwachtig dan sommige mensen dachten van het gaat uit de tijd lopen, maar het is echt fantastisch georganiseerd. Het gaat het niet. Het is wel zo, en iedereen die af en toe voor de klas staat, weet dat, dat na zo'n, wat is het, 1:15 tot 2:30, frontaal onderwijs de hele tijd. Af en toe mag u één vraag stellen. Dat is buitengewoon lang om de aandacht vast te houden. En heel veel mensen denken al aan de thee. Ik zal daarom, ik heb wat papier mee, omdat ik toch af en toe tijdens de hele dag, vooral tijdens de middag, wat aantekeningen heb gemaakt die ik probeer in mijn verhaal te vervlechten, omdat ik dan ook nog het voorrecht heb om als eerste iets in de discussie te doen. Maar dat betekent soms dat ik stukjes even wat korter doe, omdat die al uitvoerig aan de orde zijn geweest, of dat ik wat inga op wat andere sprekers hebben gezegd. En een van de dingen, vroeger was dit het voorleesuurtje, hè? In de hele ouderwetse school Anka, dan dacht de juf, oh jeetje, nu krijg ik ze niks meer geleerd. We gaan lekker voorlezen, jongens. Dus ik heb ook geprobeerd om het een klein beetje luchtig te houden. En we beginnen daarom met het schoolreisje. Dit geeft in elk geval heel veel herkenning in de zaal, omdat u of denkt, ha, dat ben ik zelf, of, oh, die ken ik, zie ik, dus ik ben ook een beetje belangrijk. Dit was de Nederlandse groep bij de bijeenkomst waar de Paris Declaration on OER is aangenomen, vorig jaar in Parijs, in juni. En dat is ook een goede gelegenheid om te zeggen, dit was een expert meeting, dat kunt u zien, want anders zouden deze mensen er niet op staan. Hè? Als het een gewone officiële vergadering van UNESCO was, de lidstaten, dan zagen u niet deze mensen. Niet iedereen weet dat UNESCO ook een organisatie is die niet alleen die formele lijn heeft van lidstaten en regeringen die daar vertegenwoordigd zijn, maar dat het ook een platform biedt aan allerlei expert meetings binnen de domeinen onderwijs, wetenschap en cultuur. En dat het dus op die manier ook werkt als een soort clearinghouse en capacity builder, zou je kunnen zeggen, in één. Wat gaat er nou gebeuren als zo'n groep expert heeft gezegd, wij gaan een oproep doen aan de nationale regeringen om toch vooral mee te gaan in de nieuwe ontwikkelingen die er gaande zijn in de wereld. Dan kun je een hele mooie formele lijn volgen. Die wordt voorgelegd aan de directeur-generaal, Irina Bokova. Die kan besluiten of ze hem voorlegt op de agenda zet van de uitvoerende raad. Dat is min of meer het dagelijks bestuur van UNESCO. En die kan dan weer besluiten om het voor te leggen aan de algemene conferentie met een positieve advies. Maar aangezien de uitvoerende raad maar 2 keer per jaar bij elkaar komt en de algemene conferentie maar 1 keer in de 2 jaar... is dat niet iets waar wij in Nederland op moeten wachten om te zeggen, wat zullen we nou eens gaan doen? Zelfs onze regering zou daar niet op moeten wachten. Dus vandaar dat de vraag aan mij was, kun je ook iets vertellen over wat het nou zou kunnen betekenen voor het hoger onderwijs in Nederland, dat die verklaring is aangenomen? Nou, daar gaan we even naar kijken, want dit is, en ook dat wil ik dan even doen in plaats van voorleesuurtje, ik wil toch een paar dingen wat problematiseren die vandaag met veel enthousiasme gebracht zijn. En ik zeg eerlijk, ik word altijd zelf ook in dat enthousiasme erg meegenomen. Als ik Anka hoor praten, dan denk ik, ja, waarom doen we dat niet allemaal veel sneller en beter? Maar het is, denk ik, juist ook in de context van het hoger onderwijs goed om ook even na te denken, waar gaat het eigenlijk echt over? Als Open Educational, ik heb hier nog Open Courseware, ik begrijp van Fred, ik moet gewoon zeggen Open Educational Resources, dat heb ik alles gehad. Dus hier staat eigenlijk een doublure, maar goed. Als Open Educational Resources het antwoord zijn, wat was eigenlijk de vraag dan? En een deel van die vraag, dat weten we heel goed. Anka heeft ons dat straks nog voorgerekend. In de wereldwijde vraag naar hoger onderwijs, ook ander onderwijs, maar hoger onderwijs zeg ik nu, tot 2025 is op geen enkele manier met traditionele vormen van onderwijs alleen te voorzien. Dus het is heel duidelijk wat de vraag is. Dat was ook een van de redenen dat UNESCO al zo vroeg daarmee bezig was, omdat het principe dat iedereen recht heeft op toegang tot onderwijs een van de kernprincipes is van deze organisatie van de Verenigde Naties. Dus in die context zou je kunnen zeggen, al de digitale innovaties van de laatste decennia, die komen als een geschenk uit de hemel, want die lossen, die geven het antwoord op de vraag. Dat is niet helemaal waar. Om 2 redenen. Ten eerste, al die digitale ontwikkelingen hebben ook heel veel
veranderingen met zich meegebracht op allerlei terreinen die raken aan het onderwijs, maar die daar niet speciaal op gericht zijn. Daarmee is het denken van de mogelijkheid van ICT, van OER, om het onderwijsprobleem op te lossen, heel erg aanbodgestuurd geworden. Ik heb daar vandaag al met een aantal mensen over gesproken. Is nou alles wat er technisch en technologisch kan en wat wij zo graag willen uitdragen, heeft dat nou iets te maken met wat er aan steeds nieuwe inzichten is over de vraag, wat is leren eigenlijk? En aan nieuwe inzichten over die vraag die ook zo vaak aan de orde is, wat is nou eigenlijk onderwijskwaliteit? Daar raken wij in Nederland ook niet erg over uitgepraat. Nou, nu laat ik even iets zien waar ik Hester bij nodig heb, omdat het anders veel te lang duurt voordat dat gaat starten. Maar daaronder ziet u al de ambitie van de Europese, van de universiteiten in Europa. Daar komen we zo meteen weer op terug. Het is wel heel aardig als je zegt over stept over. In plaats van in de traditionele hoorcollegezaal zit je ineens aan je eigen keukentafel achter je laptop. Even wennen. Maar serieus, ik ben helemaal afgehaakt nu. Ik weet niet hoeveel minuten we nu nog moeten. Ja, twee. Ik ben helemaal weg. Nee, deze is veel te veel tekst. Ik wil dat niet zeggen, maar het gaat maar door. Het is maar tekst, tekst, tekst. En dan is er weinig ruimte om je voor jezelf eerst te verwerken. En dan ook nog te bedenken van, wat vind ik daar eigenlijk van? Ja. Maar het biedt ook een hoop voordelen, zeggen ze bij de UvA. Er zijn heel veel studenten die eigenlijk de voorkeur geven aan online colleges krijgen. Het is niet de vervanging van wat we nu doen, maar als iemand overdag niet aanwezig kan zijn, of iemand is nog niet begonnen met studeren, maar wil eens kijken van, ja, wat houdt het nou in communicatie? Een van de dingen die genoemd zijn over waarom doen universiteiten het. Maar het andere is natuurlijk veel mooier. Er is aanbod. Er is, ik zal even dit laten zien, dit is traditioneel de driehoek van het leren. En we hebben al heel veel driehoeken gezien daar straks. Dit is natuurlijk op een bepaalde manier precies hetzelfde. Er is geen hiërarchie overigens, zelfs niet als je het hebt over student gericht. Het draait allemaal, maar wat er gebeurt binnen in die driehoek, dat gaat over leerprocessen en dat gaat over kennisverwerving. Inhoud, ik gebruik dat woord nu maar, omdat als ik zeg leerstof, dan denkt iedereen meteen aan mij bij de, wat was het, de Van der Meulen catalogus of zo, maar goed. Dit is traditioneel het leerstof, leerling en leraar, hè, waar het allemaal gebeurt. Inhoud wordt heel vaak in deze discussies gelijkgesteld met, dat is kennis. En dat is dus beschikbaar en u haalt het er maar uit en dan hebt u zelf kennis. Maar wat er in die driehoek gebeurt, dat wordt door alle drie die dingen bepaald. Door de kwaliteit van wat er aangeboden wordt en de aard van wat er aangeboden wordt. Door de kwaliteit van wat de docent er in dat proces mee doet, kom ik straks nog even op. Maar ook door wat en wie de student is en waar die is. En daarom vond ik het wel aardig om dat keukentafel fragmentje even te laten zien. Een aantal van u zullen dat gezien hebben als u nog steeds nationaal kijkt. En het is natuurlijk ook weer dat iedereen in de zaal kan zeggen, ik geloof namelijk dat er niemand van de UvA is. Ja, dit is weer omdat het de UvA is en die wil het zelf doen en die wil niet bij zo'n platform, dus die rommelen maar wat. U kunt ook zeggen, dit zijn niet de studenten waar we het over hebben. Sorry. Ja, nee, maar ik... No problem. Hebben we het straks even over. Ja. maar in elk geval, de rollen van al die spelers, die zijn onmiskenbaar veranderd. Dat is gewoon zo. Al was het maar omdat de nu aankomende studenten zijn, wat wij dan digital natives noemen, die vanaf het begin op totaal andere manieren gewend zijn om aan informatie te komen, maar die vaak nog niet hebben geleerd hoe je ook, wat kritisch bronnenonderzoek is, om maar zo'n woord te noemen. Hoe je checkt wat de betrouwbaarheid is van de informatie die je vindt, wat de herkomst ervan is en hoe het in te passen is. Voor docenten is het vaak heel moeilijk om te weten hoe je in dat proces stuurt als je studenten niet live voor je hebt. En ik weet wel, ik heb daar vandaag ook vaak veel over gehoord, over hoe juist instellingen al bezig zijn, instellingen die al wat langer met online onderwijs bezig zijn, om te kijken wat is de kwaliteit van het proces dat plaatsvindt.
Maar in zijn algemeenheid is dat nog gewoon heel lastig, zelfs met allerlei nieuw onderzoek wat daar opgezet wordt. Ik heb het over de omgeving waar de student zit, omdat ook het aan de keukentafel zitten of elders iets is waarvan we eigenlijk nog helemaal niet weten hoe beïnvloed waar de student is in wat hij doet met die leerstof. En dat zou een onderdeel van het kwaliteitsproces moeten zijn. Maar ik zeg het hier vooral vanuit UNESCO-perspectief, omdat de internationaliseringsambitie waar dit hele verhaal mee gepaard gaat, van Nederland, van Europa, ook er rekening mee moet houden dat het uitmaakt in welk deel van de wereld, in welke regio van de wereld je bent. Want als je het hoger onderwijs in het hoger onderwijs komt als student, dan heb je dus al 12 jaar socialisatie in onderwijssystemen achter de rug. En dat betekent dat je heel vaak impliciet allerlei veronderstellingen met je meeneemt over de rol van de student en de rol van de docent in het onderwijsproces. Het is dus heel ingewikkeld om zowel voor Korea als voor India als voor de Verenigde Staten iets te maken waarvan studenten op al die plekken op dezelfde manier niet alleen gebruik maken, maar zelfs op dezelfde manier dat ze dat begrijpen. Ik zeg helemaal niet dat je het daarom niet moet doen. Ik zeg alleen, je moet je ervan bewust zijn dat die culturele dimensie in wat leren is en wat de verschillende rollen daarin zijn en hoe je omgaat met autoriteit en met gezag en met eigen verantwoordelijkheid je eigen rol daarin buitengewoon cultureel bepaald is en dat daar ook dan reden kan zijn om daar eens goed uit te wisselen met allerlei andere spelers in dit veld over. Wat weten wij eigenlijk over wat interculturele competenties zijn als het gaat over onderwijs en als het gaat over het stimuleren van online onderwijs. Iedereen die hier in de zaal te maken heeft met fysiek studentenuitwisseling, en zullen de meeste van jullie zijn, die weet dat dat ook geldt in gewoon fysieke studentenuitwisseling. Zelfs tussen Nederland en Vlaanderen is dat echt een enorm punt in hoe kunnen wij zo gezamenlijk programma's opzetten dat het door studenten uit beide landen met vrucht wordt gevolgd en goed wordt gedaan. Daar is veel over te leren. En overigens, naast dit mooie plaatje, kan ik ook nog altijd daar onze eigen socioloog Hofstede buitengewoon aanbevelen, omdat zijn boek Allemaal Anders Denken dit dus een klassieker is, maar daarom niet minder handzaam en behulpzaam om dit soort bewustwording van kijkt iedereen zo tegen de werkelijkheid aan als ik het doe. Nederlanders hebben daar vaak buitengewoon weinig feeling voor om zich ervan bewust te zijn dat dat een rol speelt in je communicatie, ook als je het niet in woorden zegt. Dat een heel belangrijk kwaliteitsaspect zal zijn van internationalisering van onderwijs via afstandsleren. Dat is punt 1. Als ik zeg over wat is nou de impact van de Paris Declaration op wat het Nederlands hoger onderwijs daarmee zou kunnen. Punt 2 is dat de Paris Declaration over alle onderwijsniveaus gaat. Dus ook basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Heeft dat nou iets te maken met het hoger onderwijs? Had ik opgeschreven. Daar heeft Lieve van der Branden natuurlijk eigenlijk al het antwoord op gegeven. Wij leiden in onze tweede graads, eerste graads, PABO's, academische PABO's, de leraren van de toekomst op. En daar zal dus absoluut aandacht voor moeten zijn. Dan staat daar in de declaration heel optimistisch: improve both cost efficiency and quality of teaching and learning outcomes through greater use of OER. In Amsterdam is op dit moment, wij zijn hier, zij zijn daar, nog 2 dagen, 3 dagen geloof ik, de grote International Summit on the Teaching Profession aan de gang. Een samenwerkingsproject van oorspronkelijk Verenigde Staten en OESO, nu dit jaar door Nederland georganiseerd. Onze minister van Onderwijs is daar buitengewoon prominent aanwezig. Als je naar de agenda voor die meeting kijkt, dan komt het woord digitalisering, ICT, OER nergens in de agenda voor, maar dan ook echt nergens. Nu vind ik het helemaal uitstekend dat het besef weer steeds meer terrein wint dat de docent
En zeker in de vormen van onderwijs, primair en secundair onderwijs, de kwaliteit van de docent, een van de belangrijkste aspecten is van kwaliteit van het onderwijs. Maar dan zou daar toch op zijn minst deze tweede aanbeveling, improve media and information literacy, wel wat prominenter uitgewerkt moeten worden in de vraag, wat is dat dan, wat doen we daar dan aan en hoe zorgen wij dat de docenten die nu worden opgeleid, dat de docenten die nu voor de klas staan, daar ook inderdaad op een, hoe moet ik dat zeggen, op een gefundeerde manier mee leren omgaan. En dan zie je dus dat in het onderwijsonderzoek inmiddels al wel daar voorzichtig interdisciplinair wordt samengewerkt, omdat vanaf de neurowetenschappen tot ICT-wetenschappen, via de traditionele onderwijswetenschappen, men ziet dat daar iets moet gebeuren en dat als je die dingen allemaal apart blijft doen, als de neurowetenschappers onderzoeken op welke leeftijd is het brein het meest geschikt om op welke informatie, welke informatie te verwerken tot kennis en tot inzicht. En als in de ICT-wetenschappen men weet wat er allemaal kan dan, wat je kunt onderzoeken, dat je die dingen bij elkaar voegt. Maar terwijl dat onderzoek intussen al wel enige vorm begint te krijgen, daalt daarvan echt nog niks neer in de praktijk van het onderwijs, of heel weinig. Er is recent opgericht het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Dat was een van de uitkomsten van het werk van de Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen, die 2 jaar geleden door het ministerie van Onderwijs werd ingesteld. Ik was daar lid van en wij hebben daar tal van expert meetings georganiseerd om gewoon input te krijgen voor wat wij moesten opschrijven. Dit onderwerp werd echt nauwelijks geadresseerd. En een van de dingen die dus echt heel belangrijk zou zijn, is dat de lerarenopleidingen, alle niveaus, met hun partnerscholen vragen voorleggen aan dat Nationaal Regieorgaan om te zeggen, kijk, dit is het soort vragen dat wij beantwoord willen zien, het soort deskundigheid dat wij nodig hebben, maak daar onderwijsonderzoeksprogramma's voor die echt vanaf fundamenteel tot implementatieonderzoek ons helpen om dat te gaan doen. Dus dat is eigenlijk de tweede punt waar ik er aandacht voor zou vragen. En ook daar overigens, dit is om allerlei redenen is het heel grappig, die pijpen die staan ook in het museum intussen, is er al internationaal veel ervaring die daarbij bruikbaar is. Want de wet van de stimulerende achterstand heeft inderdaad gemaakt dat in landen als India en landen als Brazilië men intussen ongelooflijk hard op zoek is en ook voor een deel al veel verder is dan wij in wat is daar effectief, hoe moeten we dat doen. Dus kijk ook daarbij tegelijkertijd over de grens van wat je kunt leren in om deze tweede consequentie van die Paris Declaration goed in het oog te houden. Dus deze, daar ga ik heel snel langs. Tot mijn spijt staat hier een declaration achter dat wij dat onderzoek moeten bevorderen om de evidence base te versterken voor public investment on OER. Maar ik denk dat het ook heel erg nodig is om het te doen voor de kwaliteit van wat wij hierin doen. En de vraag onderzoeken in welke mate en onder welke voorwaarden OER ook echt bijdragen aan kwaliteit en aan toegankelijkheid. Ik heb nog een paar minuten en die gebruik ik om nog iets te adresseren wat vandaag eigenlijk weinig aan de orde is geweest. Ook maar weer even van buiten naar binnen kijken. En de vraag, het ging nu steeds over how to teach, how to learn. Maar de vraag wat we eigenlijk moeten onderwijzen en wat studenten moeten leren, is daarbij wel degelijk heel erg relevant. En ik citeer niet zo erg vaak de Telder Stichting, maar het was wel buitengewoon interessant om te zien dat een commissie onder voorzitterschap van Jan-Anthony Bruin eind vorig jaar verschenen, wordt aanstaande zaterdag bediscussieerd, heb ik begrepen, op een VVD-congres. Uitgerekend Telder Stichting met een rapport kwam waarin zij zeiden, het zou veel meer moeten gaan, en dat heet de derde dimensie, niet alleen om
om het onderwijs dat gericht is op de arbeidsmarkt, op economische waarden en op vooruitgang daarin, innovatie, maar ook op bildung. En dat hele ouderwetse woord hebben zij wel daar een nieuwe connotatie in gegeven. Dus zeggen, in de 21ste eeuw betekent dat, en nu moet ik even citeren, global citizenship, waarbij empathische aspecten, het begrijpen wat en waarom dingen gebeuren of veranderingen aan de orde zijn, van groot belang zijn. De omwentelingen in de wereld in wetenschap, economie, technologie en internationale verhoudingen vereisten dat het onderwijs opleidt tot breed gevormde, actieve mensen. En daarmee ben ik dan eigenlijk, maak ik de cirkel weer rond, want als ik zeg aan het begin, als OER het antwoord is, wat was dan eigenlijk de vraag? En als we via waar wij nu mee bezig zijn kunnen bereiken, en veel meer internationale samenwerking in het hoger onderwijs dat kan bereiken, dat we met gebruikmaking van die digitale technologie ook die brede burgerschapsvorming, dat global citizenship, dat meer weten en begrijpen van elkaar en van de dingen die gebeuren in de wereld, dan combineer je een heel belangrijke kwaliteitsslag die voor mij de essentie is van het hoger onderwijs, met de toegankelijkheid en een oplossing voor de enorme vraag naar onderwijs wereldwijd. En dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn, maar als ik door mijn oogharen kijk, dan zie ik dat het zich tot nu toe toch wel heel sterk geconcentreerd heeft op alles wat te maken heeft met beta-onderwijs, technische universiteiten. En heel weinig tot nu toe, zeg ik sla misschien dingen over. Ik hoop dat ik straks protest krijg uit de zaal op zaken die spelen in sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Die zouden dan ook wel veel actiever en veel harder betrokken moeten zijn bij alles wat hier nu speelt, bij de vraagstukken die daar rond spelen en bij de mogelijkheden die wij ons allemaal verschaffen om ook bij het verder ontwikkelen van, of het MOOCs zijn of welke OER dan ook, om ons te voeden met wat daar allemaal aan deskundigheid, expertise en noodzakelijke kennis aanwezig is, om dat ook met de grootst mogelijke kans op succes te doen. Dus, dit is een zin die me uitnodigt voor de thee. Het hoger onderwijs zou moeten kiezen voor een holistische benadering. Daar bedoel ik mee. Daar moeten we eens kijken over de grenzen van disciplines heen en over de grenzen van culturele verschillen. Om vanuit de breedte naar de trechtering te gaan. Je moet het doen vanuit verschillende kwaliteitsperspectieven, zowel bildung als ausbildung, zeg ik dan nu maar even, als je die begrippen gebruikt, zowel wat mensen nodig hebben om op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren, als wat ze nodig hebben om in deze tijd als burger te kunnen deelnemen aan de samenleving. En die ten goede komt aan verschillende onderwijsniveaus, dus ook daarin de hele lengte meenemen van de keten waar het hoger onderwijs naar mijn gevoel een hele belangrijke rol te spelen heeft. Dat was het, dankjewel. Ja, dankjewel Geertje van den Berg. Ik dacht eerst dat je een hele kritische aanval op die hele online beweging inzette. Maar het is eigenlijk een oproep om niet als een blind paard erachteraan te rennen, maar het in de hele context te zien. Hè? En dus ook sociale wetenschappen, cultuur, niet alleen aanbod, ook vraag, waar doe je het voor? Heel goed. We hebben één vraag. Kijk, ja, dat is die meneer van het platform. Ja. Dus meer een verklaring wordt dit zeker. Nee. Hey, dank voor de heldere uitleg. Zoals ik al net al zei, ik ben een van de bedenkers van het UvA MOOC-platform. En daar wil ik niets over te zeggen, want naast een hoop applaus is de goede Nederlandse gewoonte om ook met pek en veren besmeurd te worden als je de eerste met iets bent. Maar dat zijn we gewend. De vraag die ik over ga is dat het in het betoog over open onderwijs, en ik hoor, u bent niet de enige, maar heel veel mensen hebben het over de MOOCs en hebben het heel veel over het cohort 18 tot 25. En wat ik in uw verhaal miste, is ook het cohort van 18 tot 25-jarigen, ja, de studenten. En ook in de fout en eigenlijk de blunder die het journaal ook maakte, is te kijken van, ja, we pakken gewoon studenten en kijken hoe die het doen. Maar als we kijken naar de MOOCs, en met name naar de eerste statistieken, ik heb dus een aantal goede casus van Duke University, en als ik ook kijk naar de statistieken van ons eigen MOOC, dan is meer dan 60% van de gebruikers 45+.
Dus het gros van de doelgroepen van mensen die MOOCs gebruiken zijn professionals, zijn drukke professionals die naast hun drukke werkzaamheden zich willen bekwamen in hun eigen vakgebied en daarvoor nog een verdieping zoeken bij een wetenschappelijk instituut als een universiteit die daar een MOOC voor aanbiedt. Daarnaast zijn het mensen die misschien door wat tegenslagen zichzelf willen bekwamen in een nieuw vakgebied. Dus als we kijken naar de statistieken van de eerste MOOCs, en MOOCs bestaan eigenlijk pas in deze vorm een maand of 14, mm-hmm. zijn het vooral de 40-plussers die met grote kop boven de gebruik uitsteken. Dus naast die interculturele aspecten zou ik ook de vraagstukken tussen leeftijd en de leeftijdsvraagstukken en waar je bent in je leeftijd en waarom je online onderwijs volgt, voor in welk doel je daarmee wil bereiken. En het zijn dus online onderwijs is voor ons vooral niet 18 tot 25, maar het zijn juist de mensen die laat in hun carrière een extra verdieping zoeken in hun werken, in hun vakgebied. Ja, maar dat heeft dus inderdaad, in bredere zin heb ik dat geadresseerd door te zeggen, je moet goed kijken wie zijn je studenten en hoe gaan die om met wat jij zendt. Want dat kun je niet één op één zien. Hè? Die meisjes klagen daar later ook nog over, dat ze als in de zaal zitten, dat ze dan heel anders reageren op de docent. Ik vind het heel interessant wat je zegt, omdat ik mij goed kan voorstellen en me natuurlijk ook aangesproken voel. Als je zegt, er zijn zoveel mensen die dit juist heel interessant vinden om dat later te doen. Hetzij als tweede kans onderwijs, hetzij gewoon om zichzelf te blijven ontwikkelen. En dan kijk je er ook heel anders naar. Overigens ben je dan ook vaak geïnteresseerder, dus dan heb je vaak veel meer profijt, zeg ik nu maar in alle eerlijkheid, van dit soort mogelijkheden. Alleen, als je in de context van het overleg met de Nederlandse overheid hierover, Anka zei straks, als overheid zou ik hier zeker heel erg voor voelen. Als dat een van de, op dit moment een van de grootste gebruikersgroepen is, dan heb je dus een vraag aan de orde die ik verder vanwege de tijd ook niet heb uitgewerkt. SCP heeft altijd gezegd, Ria Bronneman is een van de grote mensen die daar altijd op gewezen heeft. Je kan niet en tegelijkertijd de toegankelijkheid verhogen, de kwaliteit verhogen en het rendement verhogen. Dat gaat over het traditionele onderwijs. Ervan uitgaande dat mensen niet lineair slimmer worden, jongeren, als je ze erg veel toelaat, dan kan je niet tegelijkertijd verwachten dat het rendement ook hoger wordt. Je kan ook zeggen dat rendement definieer ik heel anders. Als mensen zich blijven bijscholen, vind ik dat fantastisch. Maar tot nu toe zijn alle bekostigingsmodellen en is ook, moet ik eerlijk zeggen, het huidige beleid er heel erg op gespitst. Als je erin gaat, dan moet je er ook met een diploma uitkomen en wel zo snel mogelijk. Dus voor de overheid is er niet heel veel winst te behalen, niet veel bezuiniging, een van jouw punten, als je zegt, ja, maar er wordt zoveel gebruik van gemaakt door de hogere leeftijdsgroep. Ik vind het wel heel belangrijk dat wij dat blijven doen. En ik vind het ook heel belangrijk omdat, ik ga nu een beetje naar het Nederlandse kant, ik begrijp dat een van de uitkomsten van de profileringsafspraken met het ministerie is dat in elk geval de Universiteit Utrecht zijn deeltijdonderwijs helemaal gaat afschaffen, omdat de afspraak over het minimum aantal collegeuren per week, geloof ik, niet te combineren is met deeltijdonderwijs. Ja. In het kader van leven lang leren, een buitengewoon interessante ontwikkeling, moet ik zeggen. Nou, onze vorige staatssecretaris, ja? Die heeft als uitvloeisel van de langstudeerboete het hele deeltijdonderwijs op de markt gegooid. Gewoon eruit, dus dat is nog eens radicaal beleid. Nee, maar zelfs voor mensen die dat helemaal betalen, heb ik begrepen, wordt het over een paar jaar afgeschaft, omdat het niet te combineren is met de afspraak dat je een minimum aantal fysieke contacturen per week hebt. Prima, dankjewel. Mensen, we gaan aan de thee. De thee is tot 3:30. Klopt, hè? Doe ik iets fout of niet? Gaan we niet aan de thee? Jawel, dat doen we wel. We gaan aan de thee. Tot 3:30 zitten we hier weer en dan krijgen we studenten erbij.